Dick Luijendijk, vrijwilliger bij Wandelnet. Wij moeten het vandaag over wandelen hebben. Ja. Maar eerst, waar zijn we nou precies? We zijn in het Knarbos. Een vergeten bosje in Flevoland. Een stil plekje wat door een groot aantal mensen, nou, waar het niet bekend is, maar wat prachtig is. Ja, en nou is wandelen populairder dan ooit, hè Dick? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Hoe kan dat? Mag ik even om de plas heen? Sinds corona, waarbij iedereen toch gedwongen was wat binnen te blijven en toch ook wat aanbevolen werd om te bewegen, toen is het aantal wandelaars enorm toegenomen. Het is nu de, nou je kunt eigenlijk zeggen, de populairste sport van Nederland. Nou is wandelen populair, maar wandelen in Flevoland is een van de minst populaire bestemmingen. Hoe kan dat? Flevoland heeft natuurlijk van oudsher de naam dat het ruim en vlak is. Maar elke Flevolander weet dat er hier enorm veel veranderd is. En je merkt ook dat als mensen uit de rest van Nederland of uit het buitenland hier komen, dat ze verrast zijn door de natuur die hier is gekomen. Je moet even voor jezelf zorgen, anders gaat het niet goed. Oplos koffie. Kijk eens. Willen jullie een koekje erbij? Proost. Dank. Nou, het team van Omroep Flevoland wordt weer verwend. Laten we nog even de benen strekken. Heel goed, heel goed. Is dit nou een typisch Flevolands wandelgebied? Ja, wat is typisch Flevolands wandelgebied? Daar kun je over twisten. Wij hebben prachtige gebieden in de Noordoostpolder, het Kuinderbos, het Waterloopbos, wat heel anders is, het Voorstenbos daarbij en Schokland. Als je in oostelijk Flevoland kijkt, langs de randmeren. En als je in rond Lelystad kijkt, al de gebieden van de Oostvaardersplassen. En je komt dan hier, het Knarbos. En je kunt het niet opnoemen allemaal of het is er. En het is nog prachtig ook allemaal. Ja, je begint inderdaad een enorme lijst te noemen. Ik denk dat veel mensen dat helemaal niet weten, dat er zo gewandeld kan worden. Hoe kan dat eigenlijk? Ja, nou, dat is dus ook de vraag. Je kunt op de sites van Visit Flevoland en ook van de visits, laat ik maar zo zeggen, van elke gemeente, kun je wel de nodige wandelingen vinden, wandelroutes. Maar het zou wel toegankelijker kunnen zijn. Of men zou het eigenlijk meer naar elkaar kunnen verwijzen. Dan zou het nog bekender worden, denk ik. Ik hoor inderdaad mensen ook wel eens zeggen in Flevoland, wat is hier in godsnaam te doen? En dat verbaast me dan zo.